Gefeliciteerd ook met jouw doelpunt. Dat maakt deze middag denk ik extra fijn voor jou. Ja, zeker. Toch een lekkere overwinning, 4-0. En een doelpuntje meegepikt. Dus al met al een fijne middag. Verbaast het jou dat jullie in ieder geval vanuit Roda eigenlijk geen centje pijn hebben gevoeld vandaag? Nou ja, goed. Roda had vorige week een goede uitslag neergezet. En we hadden eigenlijk wel wat sterker verwacht. Ze probeerden wel hier en daar wat druk te zetten op onze verdediging. Maar ik denk dat we daar voetballend redelijk goed uitkwamen. We hebben wel een mindere fase gehad na de rust. Alleen, al met al, scoor je 4 keer, hou je de 0. En heb je een goed weekend. Ja, verbloemt de 4-0 ook dat ook bij Vlagen, ook in de eerste helft, dat het ja, allemaal te traag, te mat, te tam was vandaag? Ja, misschien wel. Aan de andere kant, het is ook weer positief om te zien dat je minder voetbal laat zien, omdat je wel even goed 4 keer scoort. Dus zo heeft iedereen denk ik gewoon zijn best gedaan. Niet altijd het beste voetbal laten zien, maar wel een goed resultaat. Een gek moment in deze wedstrijd. Jij zat toen nog aan de kant natuurlijk, maar bij die strafschop leek er ook binnen jullie spelersgroep wat oneenigheid te zijn. Wie nou de verantwoordelijkheid op zich moest nemen? Hoe zit dat qua afspraken bij jullie? Ik weet niet. Het was natuurlijk omdat Graziano afgelopen week had gemist. Was er besloten om iemand anders te laten nemen. En dat moesten die jongens volgens mij in het veld nu bespreken. Ruud nam hem. En die maakte hem goed, dus daarmee was het eigenlijk gelijk klaar. Die van jou zat er ook aardig in, hè? Ja, lekker. Het is toch lekker als je een paar minuten krijgt en dat je daarmee mee kan onderscheiden. Dat is toch fijn. Recent, volgens mij op maandagavond ook in ieder geval bij de belofte, raakte jij geblesseerd. Toen schrokken we even, dachten we gelijk misschien weer een zware knieblessure, omdat het ook daarom ging. Maar gelukkig valt dat allemaal mee, hè? Ja, nee, dat was zelfs het woord blessure was een te groot woord. Ik verstapte me en ik verrekte eigenlijk een bandje in mijn knie. Verder niks ernstig, had eigenlijk 2-3 dagen rust. Alleen omdat we natuurlijk door de week toen naar Rusland moesten, kwam dat ongelukkig uit. En die vrijdag kon ik alweer trainen. Dus wat dat betreft, als er geen midweekse wedstrijd was geweest, dan had ik gewoon het weekend weer bijgestaan. Dus maar niks aan de hand, helemaal goed. Blijft die schrik er wel altijd gelijk voor jou in eerste instantie? Nee, omdat dit heel iets anders was. Ik voelde gewoon een tikje in die knie. En zat ook op een hele andere plek dan waar ik voorheen last heb gehad. Dus het was voor mij... Natuurlijk baal je, maar het was geen angst dat het iets ernstig was, dat niet. Dit weekend laat Ajax weer 2 punten liggen, PSV doet dat, AZ en Vitesse doen dat vanmiddag, Twente laat punten liggen. Jullie zijn dit weekend fantastisch doorgekomen. Ja, dat zeg je goed. Het is een goed weekend geweest. We hebben niet bijzonder goed gespeeld, maar wel gewoon een mooie uitslag. En wat je zegt... de andere clubs die laten punten liggen en wij lopen in. Dus we zijn bezig om de slechte start te herstellen.